Mijn vriendin Nicole en ik leven al best wel een tijdje samen en je ontwikkelt zo toch wel een eigen leventje. Vandaag gaat het even helemaal anders, want we gaan vandaag ruilen. Ik leef het leven van Nicole en Nicole leeft mijn leven. Kan ik niet zeggen wat dat is? Ik vind het niet leuk. Waarom vind je het niet leuk? Niet zo vervangen. Wat moet er wel en niet in de droger? Zo, ik heb hier een pakketje voor jou. Maar aangezien wij een dag van leven wisselen... Ga jij dit aantrekken? Is dit nu een pakketje... Volgens mij, er zit lening in. Ik ga dit niet aantrekken. Waarom niet? Dan maak ik het misschien kapot. Op dit moment zijn jullie er waarschijnlijk wel achter dat ik een dag ga wisselen met het leven van mijn vriendin. Maar we hebben wel afgesproken om niet elkaars kleding aan te trekken en dat ik mezelf ook moet opmaken. Ik weet dat jullie willen dat graag zien. Jullie vinden dat heel tof. Maar ik heb al vaak genoeg vrouwenkleding aangetrokken op het internet. En ik heb me ook al vaak genoeg laten opmaken op het internet. Dus dat deel skippen we even. Waarom? Ik vind dat je eigenlijk vandaag wel make-up op moet. Ik ga geen make-up op doen. Jij hebt het makkelijk dan, hè? Jij trekt gewoon een spijkerbroek en een hoodie aan en doet geen make-up op en een pet op en het is prima. Ik zie er gelijk uit als een of andere staatsmogol. Ik zal ondertussen twee even werken. Even werken? Oh, ik ben even TikToks. Dat is TikToks kijken, noem jij soms ook werken. Ja, maar nu maak je me belachelijk op het hele internet. Ik ga verder met werken. Ik zit soms ochtends tijdens het ontbijt op TikTok en dan niet per se omdat ik het heel leuk vind om op TikTok te zitten, maar om een beetje inspiratie op te doen. En ik vind dat ik dat dan niet als werk mag noemen, maar ik Jawel, vind het best maar werk. Het is gewoon heel grappig dat je zegt, ik ga even werken en dan zie je TikToks te kijken. Weet je wat jij mag doen? Kom maar even mee, ik pak even wat voor jou. Ik heb in een pas, de afvalpas. Ja, ik snap dat jij niet weet wat dat is. Jij gebruikt die namelijk nooit. Ik gebruik het zo vaak. Je gebruikt die namelijk nooit. Nee, nooit. Ja, dat is mijn taak. We gaan toch van elkaars leven wisselen? Ja, maar daarom gebruik ik deze nooit. Nee, omdat ik altijd het afval wegbreng. Hier staat namelijk nog een beetje wat zakken. Nicole houdt ervan om dat te sparen. Wie gooit het normaal weg? Ik. Dus wie spaart het? Daar heb je een punt. Wat moet ik nu doen ondertussen dat jij dit doet? De kattenbakken moet schoon. Allebei. Nu op dit moment. Allebei. We hebben ook nog niet ontbeten. Ga jij even lekker smoothie maken. En voor alle internethelden die hier ook nog leven. Het is niet zo bij ons thuis dat we Nicole en ik heel standaard de taken hebben verdeeld. Dus dat Nicole altijd de was doet en ik altijd het vuilnis en Nicole altijd ontbijt maakt. Maar over de algemeenheid hebben we gewoon zo onze dingetjes. Nicole doet dan vaak lekker een smoothietje maken en dan breng ik het afval weg en dan ruim ik wat dingetjes op. Maar Nicole doet dan ook wel weer vaker de was, terwijl ik dan weer iets vaker iets anders doe. Wel een stuk minder, maar ik doe mijn best. Er ook gewoon lekker een beetje energy in gooien. Lekker een energized smoothie. Daar worden we wel goed wakker van. Tjus! De orange! Tjus, de orange! Eigenlijk moet je ook boodschappen doen vandaag. Nee, maar dat is dus iets wat we vaak samen doen. Vaak bestel ik het voor online. Daarom, dus dan kan je lullen wat je wil. Ik ga het nu niet op een of andere manier nu doen alsof ik nooit wat doe en jij alles. Ja, komt wel in de buurt. Ja, jij hebt nu geen baan en ik wel. Oh, inderdaad, gebeurt. Dus ik ga lekker de hele dag niks doen en jij gaat lekker werken. Representing you. Lekkere smoothie. Heb je hem al geproefd dan? Lekkere smoothie die ik deze week heb gehad. En nu zijn we aangekomen bij het deel waar jij iets moet doen, wat ik normaal 's ochtends doe. En als ik zeg maar 's ochtends een idee heb, neem ik vaak 's ochtends een TikTok op om die dan in de middag te plaatsen. Dus vandaag was toevallig zo'n dag. En of het een slim idee was om Nicole een TikTok voor mij uit te laten kiezen, dat weet ik niet. Maar het is haar wel gelukt. Ik wil dus niet opscheppen, maar dit is de beste TikTok van jou. Ja, en het is dus alweer een dansje. Ik doe geen TikTok dansjes, hè. Dat is het hele ik ding. Ik kan ook niet eens dansen. En jij wil een dansje doen. Ja, maar je mag gewoon... En ik zal alvast mijn oprechte excuses aanbieden voor de volgende beelden. Het kan nogal als schokkend worden ervaren, maar dit is de uiteindelijke TikTok geworden. Ik moet toch eerlijk zeggen, het is best lekker als je gewoon content maakt, maar het niet zelf hoeft te bedenken. Zeg maar een soort van presentator van een televisieshow bent. Dat is eigenlijk, is als je ons leven omwisselt, want kijk, de content moet nog steeds wel een beetje om mij draaien, want het is mijn kanaal. Maar we wisselen wel vandaag, dus jij bedenkt het voor mij. Stop, ja. Hè? Mijn broodjes moeten in de oven. Ja, sorry, ik ga weer aan de slag hoor. Eén ding zal ik je er wel beloven, deze video edit ik gewoon zelf, want de edit skills van Nicole zijn niet zo on point. En ja, goed, hè? Je snapt het. Ik moet nu ook, tijdens dat ik dus wacht op de broodjes,
kijken wat Nicole normaal kreeg. Babyvlogs. Oh, wat de fuck? Ze kotst gelijk die ook. Die heb ik gezien, hè, deze video. Dat heb ik echt gezien. Praten ze altijd zoveel in dit soort video's? Ik ben even aan deze het doorskippen. Deze chick even vertellen wat er allemaal gebeurd is. Dan moet ik dat allemaal weten, want ik ben niet heel erg op de hoogte van haar leven. Weet jij wat HG is? HG? Wat is HG? Dat moet je dus bekijken. Dan ga ik even verder met darten. Ik ga even op de broodjes wachten en babyvlogs kijken. Maar je mag ook andere filmpjes kijken. Van? Beautyvlog. Ja, denk dat ik dat allemaal leuk vind. Shoplogs. Ja. Op zich heb ik zo het idee. Zo, oh. Ja, een echte huisvrouw, die weet dat. Ja, een echte man niet. Ze zien er bruin uit. Alsjeblieft. 4 broodjes. Ook voor mij. Zit er niks op. Volgens mij smeer ik ook altijd gewoon mijn eigen broodje. Dus gaan we dat nu niet veranderen. Bak ik nooit even lekker een eitje voor jou en zo. Ja, ja, tuurlijk. Maar het is niet dat we nu opeens de speciale dag gaan houden. Hè. We doen gewoon een reguliere dag na. Want anders kan het, loopt het helemaal uit de klauwen en heb ik geen zin in vandaag. 2 seconds later. Wat wil je op je eitje? Zout. Oké. Nicole, die heeft een pakketje binnengekregen. En wie ben ik vandaag? Je raadt het al, Nicole. Dus ik ga even het pakketje openmaken. Welkom bij deze shoplog. We beginnen bij deze mooie. Wat is het eigenlijk? Het is een Bravesoul Skyler Neck Jumper with Piping. Piping? Die is leuk, hè? Die is leuk. Oh my god, wat leuk. Wat is dat? Dat zijn... oorbellen! Oh nee, dit is een ring. Je hebt een ring. Dit is kan ik niet zeggen wat dat is. Ik ga ook niet alles doen, want zoals dit, super leuk. Voor mij zit er een zwembroek. Een broek, nog een broek, een wit blouseje en nog een broek. Ja? Dat is het. Niet een heel heftig pakketje. Nee! Maar gewoon de benodigdheden. Ja, ik ga denk ik even lekker serie kijken of zo. Want dat is wat jij de hele dag. Ik wou net zeggen, dan ga ik even lekker Call of Duty spelen. Nee. Ja, wil jij gaat mijn series verpesten dan? Nee. Ik heb wel iets anders leuks wat je kan doen. Wat is mijn favoriete hobby als ik eventjes niks doe? Het is met iets met lang en draad. Je haalt het zo binnen. Vissen. Dus Nicole, I know what you're gonna do today. Ik heb er zin in. Laat me even mijn rust. Wat dan? Ik ga vissen. Succes, hè? Ik ga dik knoep vangen. Ligt Engels. Ik laat Lars even rijden, want dan kan ik nog gewoon even lekker werken. Wat een lullo weer jij. Hey, ander ding. Ander ding. Jij gaat altijd even snel Mackie tijdens je vis volgens mij. Of nee, even snackie. Nee, snackie wel altijd. Nee. Liever, ik hoor het altijd van je vrienden dat je altijd even snackie doet. Ja, maar kijk. Met wie ben je nu aan het vissen? Eigenlijk alleen, als ik alleen vis doe ik dat niet. Want ik ben er eigenlijk mee voor de assistentie. Maar je wisselt vandaag met mijn leven. Dus je bent technisch gezien... Ja, maar als jij in je eentje bent, denk ik dat je ook wel een snackje haalt. Nee. Ik moet straks volgens mij jouw leven nadoen en koken. Dus dan eet je dan gewoon. Hé, hey, blijf van mijn hengel af. Weet je welke hengel je moet pakken dan? Deze. Ik ga wel mee vissen hoor. Ik leuk. Ga je niet staan en niks doen. Ik vis ook wel eens met jou mee. Hey, let's go fishing! Ziet er wel erg professioneel uit zo. Ik kan wel lekker werken, maar ik ga eerst gewoon even lekker hier of zo. Even kijken hoe diep het is. De enige idee wat je moet doen. Gewoon even zo. Gaat veel te snel zo, hè? Nou, ga maar vissen en hoop. Oh. Je hebt er straks de knoepert aan. Laat zien hoe je als een pro werkt. Ja. Oh, pas op. Ik sta hier ook nog. Nou, daar moest hij. Ik denk dat het je beste worp tot nu toe was. Oh, hou op, man. Maar heb je een beetje een idee wat je doet op dit moment? Of haal je het gewoon binnen? Nee, ja, ik doe het via het lijntje, maar het kan ook via het puntje. Maar als het lijntje slap is, ligt het op de bodem. Maar dan moet je weer 3 slagen naar binnen. Iedereen zou wat kunnen vangen, technisch gezien. Wat wel eens een probleem is, is dat zeg maar wel moeilijk is met die techniek. Dus... Oh, pas op, hè. Ik vind het niet leuk. Waarom vind je het niet leuk? Niks heb gevangen. Ja, dat wel. Dus ik doe zo. En nu edit jij hier even een vis op. Zijn we zo'n 30 minuten, 45 minuten hebben geprobeerd te vissen? Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet meer leuk. Ik heb helemaal niet eens stuk gehad. Maar jij mag nu eerder stoppen met iets wat jij niet leuk vindt. Dus alle huishoudelijke klusjes die ik zo in jouw leven moet gaan doen, mag ik dus ook eerder stoppen. Gast, je hebt er nog geen gedaan. Nee, daarom juist. Weet je, je vraagt veel mij eens. Ja, ik vind het jammer. Wat dan? Altijd als jij thuis komt, staat het eten klaar. Daar heb je een punt. Maar ja, ik kon niet jou laten vissen en zelf gaan. Dat is leuk voor de content. Dan had je het van tevoren alvast kunnen klaarmaken. Oké, dus... Ik heb honger! Die kool kookt eigenlijk
vaak voor mij. Ja, jij vindt het ook leuk. Laten we eerlijk zijn. Dat is waar. Jij maar vindt... ik zou het ook leuk vinden als jij voor mij komt. Nou, gratis... is vandaag mijn gelukstaal. Ja, deze video kan vrij stereotyperend overkomen. Maar het is wel gewoon... Zo is ons leven. Zo is ons leven. En ja. Er zijn ook dagen anders. Maar als we de gemiddelde dag pakken, ik ben wat actiever. En jij vindt het gewoon lekker om thuis wat te chillen, wat dingetjes te doen. Welkom bij Koken met Lars en mijn pot augurken van 10 kilo. What are we going to cook today? Je zei dat we kipfilet hadden. Maar ja, dat moet dus nog snijden. Ja, te. Okay. Dat is goedkoper, hè? We maken... Zo, het is helemaal vaak. Het is helemaal goed. 29/01/2022. 29/01/2022. Dat is tot vandaag goed. Kip moet je voorzichtig mee zijn, hè? Nicole, haar favoriete gerecht, tenminste haar gerecht wat ik het lekkerst vind als ze dat maakt, is kip in een soort van teriyaki saus met lekker frietjes erbij. Misschien op een broodje als je wil. Dus, ik dacht... Wie making chicken? You making chicken. Ik ga kip maken. Dus, wat moet ik doen? De kip snijden, marineren. Dat wordt nog even een ding. Frietjes in de airfryer. Lekker avondmaaltje. Doe dat nou niet. Je mes hoeft niet kapot. Nu is het belangrijkste punt. Ik zal het even hier neerzetten. Weet je wat ik doe? Ik zet het gewoon hier. Hey, daar ben ik weer. We picked some. Salt. Heel goed. Hey, en op basis van welk recept doe je dit? Ik doe het op basis van het recept waarvan ik dus denk dat ik weet hoe het in elkaar zit. Een beetje niet kaneel. Is dit paprika poeder? Moet je verruiken. Ik denk dat het geroosterd paprika poeder is. Gerookt inderdaad. Yo, paprika. Zit het op teriyaki? Zit helemaal niet op teriyaki, paprika poeder. Jij denkt dat dit het recept is. Heel klein beetje. Ja, nu moet ik dus allemaal saus... Lekker met je vieze hand aan de koelkast. Dit lekker is mijn man. Vieze hand. Dit is mijn schone hand. Een echte kok, hè. Dit is... Hoisin. Dat is zeker wat erop moet. Teriyaki, zoet. Dit is eigenlijk gewoon dezelfde saus, eigenlijk. Ik zeg niks. Lekker! Niet te veel, is niet nodig. Hoisin, het is net een soort van stroop, dit. We pick a pen. Oh, wacht. Moet ik wel roeren. Wie dat zo doen? Oh, lekker. Belangrijk is met dit recept dat je ieder kipstukje individueel bakt en het even goed inmasseert. Eigenlijk is het nu heel simpel. Kip in de pan, bakken, patat in de airfryer, bakken en we can eat. Lars, wat? Heb je niet de wasmachine horen piepen? De spullen moeten in de droger. Dat doe je toch niet tijdens het koken? Jawel, even vuur even laag, even snel heen en weer. Even hoor, oké. Bam! Wat moet er wel en niet in de droger? Nee. Wat moet er wel en niet in de droger? Alle onderbroeken, handdoeken, sokken gaan allemaal in de droger. Oké, dank je. Snel naar het eten. Mooie hoodie, hè, hier. Kijk dan. Wat denken jullie dat dit is? 28 februari. Is mijn eten aangebrand? Heb jij er intussen wat mee gedaan? Nee. Oké, ik heb er niks mee gedaan. Ik kan weer wat harder het vuur, er staat nu even op zetje. Nul, alles onder controle. Ladies and gentlemen. Het ziet er niet heel spectaculair uit, maar... Ik mis ook wat groenten. Ja, maar goed, weet je. Is het een beetje zoals je had gehoopt dat het was? Had iets meer smaak ervan. Tuurlijk is het weer niet goed, ik proef het zelf wel. Het is heerlijk. Ja, maar je snapt wel het verschil met die van mij en die van jou. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal hetzelfde. You tried, en daar gaat het om. Ik ga zo wel eens even kijken hoe het gaat met die drogen. En weet je wat ik ook ga doen? Eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin meer om nog meer huishoudelijke klusjes te doen. En wie had er geen zin meer om te vissen? Oh, het maag zit weer vol. En ik heb iemand aan de deur. Hallo! Hallo! Yo! Wij komen even dan? Chillen met Nicole. Nicole? I'm ready! Hey, Nicole. Hey, Nicole. Hey, Nicole. Pak af, bro. Hey. Alles goed met jou? Ja, laat lekker bakken. Broer, zo doe ik altijd hoor, met dit. Met mijn broeders. Dit is zo cringe. Maar jullie gaan even lekker datten. Nou, doe even je pet op, Lars. Kom op. Jij hebt altijd een pet op. Nou, ik zou zeggen veel plezier. Ik ga even lekker Siri kijken op de bank. Want dat is dus wat Nicole altijd doet. Lekker gechillen met de boys? Mijn avond is nog niet klaar met de boys. Mag jij lekker serie kijken en dan gaan wij gewoon verder.
Even serieus nu, met mij. Vond je het leuk een dag van leven te wisselen met mij? Ik heb heel hard gewerkt vandaag. Ja, je hebt al het werk wel aan mij overgelaten alsnog. Eigenlijk, eerlijk, zou je deze video wel moeten editen. Maar dat doen we niet. Dat heb ik ze net ook al verteld. Ik zou echt leuke memes invoegen. Ik vond het wel lachen, jouw dag eens een keer na te doen. Maar. Je bent slecht schoonmaker, durf ik te zeggen. We wisselen gewoon niet meer van leven. Vond je deze video leuk? Geef even een like. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg! Instagram. Nee, dat gaan we dus nu. Ja. Is er een video waar dit niet gebeurt? Ja. Nee. Dat knip je eruit. Deze video moet je zeggen: volg me op Instagram, eentje tof leventje.